Wouter is zenuwachtig. Ik moet over 16,5 minuut mag ik naar binnen. Je hebt Henny Stoel tegenover je. Klopt. Na vorige keer Frank Dumosje mag ik nu de tweede bekende Nederlander begroeten. Ik ga heel lief naar de knipper en gooi mijn charmes in de strijd en dan goud halen. Redelijke spannen. Ja, ik ga zo meteen afstuderen en het is ook best wel spannend wat er komen gaat, wat ze allemaal gaan vragen. Nog even zenuwen, maar ik heb er wel een goed gevoel bij. Ik hoop dat het eigenlijk ook lukt. Het is mijn tweede keer. Ik was al een keer eerder gezakt. En ik lever dezelfde documentaire nog een keer in met de wijzigingen die ik moest doen van de beoordelaars. Dus in die zin verwacht ik dat het goed komt. Ze hebben niet echt heel kritisch geweest en het was redelijk gedetailleerd. Het was niet overal dat ze problemen of slechte dingen hadden gezien. Dus. Als er geen gekke dingen gebeuren, dan komt het goed, weet je, anders niet. Je weet maar nooit. Ja. Alsjeblieft. Hoe voelt het nou? Opgelucht. Nee, prima. Er waren wel puntjes, maar hij is binnen, dus. Geslaagd? Ja, net wel een zesje, maar die is in ieder geval binnen. Dus opluchting niet. Hoe voelt het? Heel fijn. Ik moet zeggen dat er heel erg voor gewerkt. En ik kan mijn vrienden nu gaan bellen dat ik nog leef in ieder geval. En dat ik geslaagd ben en dat ze vanavond kunnen komen drinken. Oeh, opluchting. Het wordt een feestje vanavond. Ja, dat wordt zeker een feestje vanavond. Dan morgen misschien en overmorgen en overmorgen. Net zolang tot die diploma binnen is, definitief denk ik. Hakken over de sloot waren het letterlijk geworden. Ze hebben bij het langst moeten vergaderen van iedereen. Maar ze zagen potentie. Heel gelukkig.